Hallo, ik ben Afra van den Hoge en ik presenteer dit. Nou, hier heb je olie, die wordt geïmporteerd door schepen en die komen aan in de haven van Amsterdam of Rotterdam. Hier heb je ook cacaobonen, dat is hetzelfde gedaan. En met sinaasappelen wordt het ook hetzelfde gedaan. Nou, van cacao wordt chocola gemaakt. En sinaasappelen kan je heerlijk opeten. En met olie kunnen de auto's rijden. Als de schepen er niet waren geweest en de havens ook niet, dan konden we geen chocola eten, geen sinaasappelen, geen olie. Maar wat ook is, wat misschien sommigen niet wisten, is dat elektronica, zoals telefoons, computers, tv's, ook worden geïmporteerd door boten, meestal uit China. Nou, dus als de haven er niet was geweest, als er te weinig mensen waren en de boten er niet waren geweest, had je dat ook niet gehad. Hi, ik ben Annabel Boeten en ik ga wat vertellen over de boten. Hier zie je een hele mooie boot. Hier zou je misschien wel een ritje op kunnen maken als je op de haven werkt. Je komt dan langs alle mooie plekken op de hele wereld. Je ziet ook reddingsboten, dus gelukkig kan je ook gered worden. Hier zie je 3 schilderijen van mannen die beroemd zijn geworden doordat ze op de haven werkten. Maar helaas, hier zie je ook een tekening van boten die slecht weer hebben gehad. Maar gelukkig zijn ze wel gered door reddingsboten. Hier zie je een groot plat grond van het Amsterdamse haven. Hier leggen allemaal vrachtschepen aan en daardoor komen alle producten in Nederland. Er zijn heel veel banen hier te krijgen, ongeveer 600 banen, dat zijn er heel veel. Dus genoeg keuze om uit te kiezen. Maar veel mensen willen er niet werken, want ze blijken het tuf te vinden. Maar het is helemaal niet tuf, want het is eigenlijk gewoon heel cool, want je doet gewoon hele stoere dingen.